Heel langzaam kleurt de kale uienakker groen. Het jonge uiengewas staat in lange, kaarsrechte lijnen in het vlagblad. Ook voor Ko van den Dries mag dan heel even de vlag uit. Zijn miljoenen zorgvuldig geplante uienzaadjes zijn mooi en homogeen opgekomen. Na ongeveer 40 dagen hebben de eerste drie worteltjes zich ontwikkeld en ontstaat tegelijkertijd het eerste echte uienpijpje. Ko realiseert zich heel goed hoe kwetsbaar zijn gewas nu is. Maar kijk hem daar eens staan, dat stoere uienstengeltje met dat typisch verdorde puntje aan zijn vlagblad. Water is nu van essentieel belang, wil het eerste pijpje gezond doorvoeren. De langste dag breekt aan. Het loof is er klaar voor. De inductie tot bolling begint. Tevreden kijkt Ko naar zijn flink groeiende uienplanten. Een mooie Hollandse ui heeft veel licht en voedingsstoffen nodig. Onkruid is een grote vijand en de bestrijding vergt een strak schema, ook met schoffelen. En dan is er nog die altijd vervelende trips die onopgemerkt grote schade kan toebrengen. Gelukkig valt het mee. Slagregens hebben na het overwegend droge voorjaar voor een korst op het uienperceel gezorgd. Daar heeft het gewas last van. Ko controleert alvast de stand van de beworteling. Met een camera-gestuurde schoffelmachine wordt de bodem uiterst secuur omgewoeld en weer lekker luchtig gemaakt. Het uiengewas krijgt hierdoor weer een nieuwe groeiimpuls en de bol kan verder uitheien. Met al die zorg en aandacht groeien de uien goed. Vindt ook de jongste generatie van den Dries. Ko kan trots zijn. Het wordt een mooie uienoogst.